een hele goede morgen. Het is vandaag de eerste dag dat we gaan wintersporten. We zijn in Italië en we hebben gisteren en eergisteren hier naartoe gereden. Britt en ik hebben vandaag snowboardles, 2 uur van 12 tot 2. En dan kunnen we gewoon vrij. En we moeten straks naar de gondel lopen en dan gaan we met de gondel omhoog naar het skigebied. Want zoals jullie hier kunnen zien, hier zo ligt nog niet heel veel sneeuw. Maar ik heb er heel veel zin in en ik hoop jullie ook. Ik neem de GoPro gewoon mee. Nou, we hebben net weer een gondel genomen en we zitten lekker in de sun. Hoe gaat het, Britt, het snowboarden? Niet zo goed. Wel, het gaat hartstikke goed. Ik wil alleen een beetje langzaam, je moet dit toch nog wat. Maar we gaan nu weer een afdaling doen. Gaat het? Wat is dit? 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 We hebben net les gehad en nu gaan we eten halen. Side eye. We hebben net lekker gegeten en we gaan nu denk ik de laatste afdaling doen. Gewoon dezelfde die we al gedaan hebben, maar hij is wel heel erg leuk. En Lydia en Sam gaan iets anders doen. We zijn nu weer onderweg naar huis. Misschien naar een leuk tentje, maar we weten nog niet of we dat tegen gaan komen. Een hele goede morgen vanuit dezelfde plek als waar ik gisteren de dag begon. We hebben vandaag weer van 12 tot 2 les. En daarvoor gaan we gewoon even zelf. Het is nu... Ik heb geen idee hoe laat het is, ik weet niet waar mijn telefoon is. Maar ik ga vandaag denk ik mijn analoge camera ook meenemen, want het is de laatste dag dat echt de zon schijnt. Ik hoop natuurlijk niet, maar volgens Google Maps of volgens de weerapp schijnt vandaag voor de laatste zon. Dus als ik mooie foto's wil maken, moet ik dat nu doen en morgen wordt het bewolkt. Dus vandaar dat ik gewoon vandaag mijn analoge camera mee ga nemen. En dan zie ik wel hoe het gaat. Ik ben nu aan het wachten bij de gondel. Ik ga straks daar helemaal naar links. Maar we moeten de gondel nemen, omdat dus... er gaat één weg naar beneden. En boven is een soort van de alle pistes. Niet hier, want hier is het dus te warm. En er is één piste wel naar beneden, maar die is nu niet besneeuwd. Dus dat is heel erg jammer. Dus we moeten ook in de avond altijd de gondel weer naar beneden nemen. En dat is dus voor 5 uur. Hallo. Heb je zin in? We gaan in de sleeplift. Favoriete ding om in te gaan. Pannenkoekenlift. We zitten nu in de leuke sleeplift. En dan gaan we straks kijken hoe Sam van het park afkomt. Britt zit achter mij, ik weet niet of je het ziet. Ik denk echt dat hij het spoortje ernaast gaat. Dat denk ik dus ook toen ik het zag. Ik denk echt niet dat hij eroverheen gaat. Ik denk dat hij ook veel dat kleine dingetje gaat. Sam, kom op, gaan! Oh, ik had gewoon bocht. Lekker bezig! Oh my god, dat ziet er zo makkelijk uit! Sam komt nu nog een keer, maar nu film ik even een andere trick. Zelf even blijven staan. Vond je dat Sam maar afging van de sloop? Dat is goed. Nu mag je eerlijk zijn, hij is er nu niet bij je. Grapje. Gisteren hebben we nog een wandeling door het dorpje Vallege gedaan. Vandaag is het weer een nieuwe dag om te skiën en snowboarden. Het is vandaag alleen iets bewolkter. Ik kan het zo even laten zien. Wat bewolkter. En waarschijnlijk gaat er zelfs verse sneeuw vallen. Maar dat vind ik niet zo erg. Dat vind ik juist leuk. Kijk, het is een stuk meer bewolkt.
van gisteren. Gisteren heb ik volgens mij laten zien, maar nu zie je in ieder geval allemaal wolken en gisteren was allemaal blauwe lucht. We hebben de gondel genomen en we zijn boven en het sneeuwt gewoon. En zoals ik al zei, het is een stukje bewolkter dan gisteren en hier zie je het al helemaal, denk ik. Britt en ik zijn even bij het oefenweidje. We gaan trucjes doen. Nee, nou, ik kan met mijn rechterkant nu en dan ga ik een soort halve cirkel draaien en dan met mijn andere kant van mijn snowboard. En dat is best moeilijk. We gaan Daan proberen wat hier. Ik. Nou, is het de? Ja, dat ik was... doe niet, hè? Ik ga de kinderen wel beter dan ik. Nou, die ene met die roze broek is koude goed. Oh. Nou jongens, daar gaat dat niet. Er zitten veel mislukte snowboarders in de weg. Kijken of ze er langs kan komen. Even kijken of ze het gaat doen. Ze moet even nog wat dichterbij komen. Oh, en ze is gevallen. Oh, shit. Nou, ze gaat even vanaf daar, dat even al deze mensen even voorbij zijn. En nu gaat ze het gewoon even doen hoor, want ze kan dit gewoon. Het ging zo goed! Het was zo te verwachten dat het nu vaart zou gaan. Kan je nog één keer? Papa! Nou, er staat één keer goed om. Tegengevallen, love life. Maar dat was stom, want ik kreeg een beetje stress van die andere snowboarders. Ja, maar er waren opeens allemaal nieuwe snowboarders. Ik dacht, ja, misschien wachten ze gewoon tot hun beneden zijn. Maar ik dacht, dat moet je heel lang Ja, dat boeit me echt niet. Maar nu lijkt ik ook een noob snowboarder. Ik weet al waarom ik het koud heb. Er is een gat in mijn handschoen. Dat is nou niet, kijk, kom ik. Dat zegt hij ook. Wat zijn je helm doen? Mijn helm. Wat zijn je samen? Wil je die fitte voor je proberen dan? Leuk hè? Leuk. Het is de laatste afdeling van vandaag en morgen is de laatste dag. Dus na deze afdeling nog maar één dagje snowboarden. En we gaan nu naar de gondel skiën en snowboarden. Nou, en zo snel ben je er dan. Het is de laatste dag hier. De laatste dag dat we gaan skiën en snowboarden. En dan gaan we morgen naar huis rijden. Maar vannacht heeft het dus heel veel gesneeuwd. Er is dus overal nu sneeuw. Dus ik ben heel benieuwd hoe de pistes eruit zien. En we moeten nu alles van de bedden afhalen. Want we gaan nu een soort van wisselen van appartement. Dus ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En kleiner. Ja, kleiner. En dan gaan we dus als spul klaar zitten en dan gaat die mevrouw onze spullen overhevelen. Dus we shall see. We gaan nu lekker snowboarden weer. Het sneeuwt een beetje hard, maar Britt heeft gisteren een nieuwe manier van naar beneden komen bedacht. En dat is dus sleeën. Dat gaan we nu dus weer doen. Moet je even vallen, hè? Is leuk voor de video. Ja. Oh. Nou, die was leuk voor de vlog. She said that I'm bad as hell. How the fuck she knows she only looking at herself. So cold of a feminine and I can never tell. What are we about? She watched my brain and fucked around. Now I'm about to drown, I'm with the wave, I'm out of town. Happy with the crowd, but sad because she's not around. Scale my circle down, I'm almost in an empty house. It's just me and Ben, oh yeah, and his friends. But I'm still not content. She
En dit was de wintersportvlog van 2024. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En ik heb extra vaak geprobeerd de GoPro mee te nemen het skigebied in. En als je het nou leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. En voor meer van dit soort video's, abonneer op mijn kanaal. Op mijn kanaal staan nog meer wintersportvlogs die ik heb gemaakt. En dan zeg ik tot volgende week. Doeg!